Hey, ik ben Aysema en ik werk voor studenten die werken. Vandaag vertel ik jullie hoe jullie verschillende jobs, hobby's enzovoort met elkaar kan combineren zonder in moeilijkheden te komen. Eerst en vooral hebben jullie een agenda nodig. Al is het schriftelijk, al is het digitaal, maar dit is de eerste stap om zaken mooi op orde te krijgen. Orde! Ik begin in eerste instantie altijd hier. 2 september heb ik een herexamen. Ik doe dit voor alles wat ik in die maand weet. En als ik dat heb gedaan, dan noteer ik dit in de overzichtsagenda. Deze dagen heb ik bijvoorbeeld 2 vergaderingen en de volgende dag een examen. Daar heb ik een dag tussen en een extra examen. Dus ik weet, ik moet hier helemaal niets plannen, omdat ik anders mijn volgend examen in gedrang zou kunnen brengen. Soms markeer ik aantal zaken per kleur. Dat is mijn vakantieweek. Blauw betekent examens, paars betekent mijn vergaderingen. Dan weet ik bijvoorbeeld, mijn examens zijn gedaan op 9 september. Ik ben vrij de 10e. Ik heb een vergadering maandag, maar ik weet dat deze heel laat plaatsvindt. Dus dan kan ik bijvoorbeeld meteen na mijn examen vrijdag de 10e en maandag de 13e mijn werk plannen. Afhankelijk natuurlijk welke job je uitvoert, kan je een datum kiezen. Bij mij is het zo dat ik in de week werk en niet in de weekenden, dus mijn weekenden is altijd vrij. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Hoe kan je het beste plannen via een digitale versie? Althans, dat vind ik toch, via je mail Outlook. Wat je hier plant, staat ook nog een keer op je gsm. Ik heb een voorbeeld genomen van mijn studentenmail, omdat ik die eigenlijk het meeste gebruik. En daar heb ik gepland wat ik in die week ging doen. Studeren, vergadering, een examen, een vergadering. We gaan er eentje keer maken. Dat maakt niet uit. Je plant het uur wanneer je wilt starten, eindigen, een locatie, hoe vaak dat die moet voorkomen. Stel, ik ga werken en ik moet beginnen op 11 juni en ik moet iedere week op een vrijdag, een dinsdag en een woensdag gaan werken en ik bepaal tot en met juli de 30e. Heel handig. Het leuke eraan is dat je daar een melding van krijgt op je gsm. Dus ik doe dit digitaal om de melding te kunnen ontvangen en ik doe dit nog een keer schriftelijk in mijn agenda omdat ik iemand ben die graag schrijft. Dit is een app dat ook verbonden is aan Outlook Mail. En je kunt per dag je to-do's uitschrijven. Vandaag moest ik bijvoorbeeld voor deze video mijn video uitschrijven. Morgen de brillenwinkel waar ik langs moet. En de camera van papa. We gaan werken. Mijn tas maken. Bijvoorbeeld morgen. We gaan dat hier om 9 uur zetten. Morgen gaat dit er meldingen van krijgen. En als dit klaar is, voilà. Zo heb je ook nog een keer een mooi overzichtje wat je nog moet doen en wat je nog niet hebt gedaan. Wat ik graag erbij wil zeggen, is dat je een balans vindt tussen het organiseren van je lessen, je studies, je hobby's en je werk. Als je een drukke persoon bent en je agenda echt bomvol zit, dan is het voor jou belangrijk dat je zelf uitmaakt. Wat kan ik opgeven om iets anders te doen of je werk uit te voeren? Of dat je nu een flexibele student bent of een vaste student, is het belangrijk dat je ook je contact met je werkgever of je verantwoordelijk op het werk niet mist. Die mensen moeten weten hoeveel dagen dat je over hebt, hoeveel uren dat je over hebt, om dan zo met je werkgever in samenspraken dagen vast te leggen. Dan komen wij eigenlijk bij de volgende stap, uw energie vinden. En dat begint bij je slaap. Ik ben totaal de laatste persoon die dat moest zeggen, omdat ik in de nacht energievoller dan overdag. Maar ik slaap ook minder. Maar daarnaast ook goed eten, omdat eten ook nog een keer je energie geeft overdag. En dat begint met een stevig ontbijt. Als je ontbijt niet kunt doen, zie maar dat je ook voldoende vezels je dag mee kan beginnen. In eerste instantie sprak ik over een agenda. Het is belangrijk dat je weet welke dagen je vrij bent of welke dagen dat je reeds volzet bent om deze op te geven eventueel voor andere zaken. 2. Als je beschikbaarheden hebt, dan is het belangrijk om de balans erin te vinden van wat geef ik effectief op. Voor jou en voor jezelf is het belangrijk dat je het uitmaakt, want niemand anders gaat het beter weten dan jijzelf. Onder andere je studies, hoe belangrijk je deze acht, welke vakken je liever volgt en welke niet. Maar ook bijvoorbeeld dat je een studentenjob die een dag opgeeft om een vergadering bijvoorbeeld te volgen en omgekeerd. Vergeet niet je werkgever of je verantwoordelijke altijd op de hoogte te stellen, want zij gaan het ook enorm hard appreciëren als je hen op voorhand laat weten of je kan komen of niet. 3. Een balans waarbij je je energie kunt vinden, waar je onder andere je slaap correct doet. Voor jou kan dat in de toekomst wel een probleem geven. Dus zie dat je je energie vindt en dat in je slaapritme, maar ook in je goed voldoende eten. Daarnaast sprak ik ook nog een keer over to-do. To-do's is voor jou belangrijk dat je kan aanduiden van nu moet ik mijn tas maken, moet ik mijn sleutels bij hebben, ik moet weten wat ik morgen moet eten, ik moet mij gaan douchen, enzovoort, enzovoort. Zeker als je iemand bent die heel druk is, vind je naast zetten dat je dat hebt gedaan, dat geeft rust in je hoofd.
Check zeker ook de sociale media van Student at Work, waar dan mijn andere drie ambassadeurs veel vertellen. Ik had daar ook verteld in die video dat je weet hoeveel uren je over hebt en dat de verantwoordelijke dat weet en je werkgever dat weet. Zeker als je verschillende jobs met elkaar combineert. Dat je natuurlijk kan zeggen tegen je verantwoordelijke van ik kan zoveel dagen nog komen, want ik heb zoveel uren over. Voilà. Ik denk, ik hoop althans, dat je er iets mee bent en dat je de tips kan meenemen in de toekomst. Ik hoop dat deze video iets heeft kunnen geven.